Hallo Geocaches, hallo Rogier. En goedenavond. Wat leuk dat wij even mogen inbreken in deze Geo-vlog live. Ja, helaas kunnen we er niet live bij zijn, nee. vandaar deze video eventjes. Want Rogier, je had een vraag voor ons. Ja, jij had gelezen dat wij weer willen gaan beginnen met de Geo-challenge van de maand. En excuus trouwens voor mijn stem, maar ik ben al een maand lang uh, grieperig verkouden en schoor en hees, maar... Verder gaat het goed. Kijk, je ziet naar een neusje. Ja, ik maar, snotneus. maar verder gaat het goed. Goed, Geo Challenge van de maand. Ja, um, voor degene die dan niet weet wat dat is. Twee jaar geleden zijn wij voor onszelf begonnen met een Geo Challenge. En in de maand juli, volgens mij was het 2022, ja. Toen hebben wij uh, elke dag van die maand een geocache uh, gezocht en gevonden. En, en, gefilmd. en gefilmd. En daar elke dag dus een video van gemaakt. En dan gingen steeds meer mensen gingen daaraan meedoen. Uiteindelijk hebben we een hele reeks van video's gemaakt. Met jullie inzendingen, foto's, video's. Hartstikke leuk. En toen dachten we vorig jaar, hé, dat kunnen we overdoen. Alleen en toen hebben we elke maand een uh, Geo-Challenge uh, uitgeschreven. En daar hebben we diverse dingen gedaan. We hebben een enge kerst bezocht, een kerst bij het water, een, een MO-box. Eentje was helemaal bijzonder. was in elke provincie van Nederland een kerstvinden. Nou, misschien hebben we er wel zes, zeven, acht gedaan. Ik weet het niet eens hoe uit mijn hoofd. Uh, hoeveel challenge we gedaan hebben, weet ik niet nee. meer. Maar wel dat het een enorm groot succes was. En niet alleen voor degene die meededen, maar ook jullie als kijker. Die, uh, daar kregen wij heel veel leuke reacties van. Van goh, wat is dat leuk om te zien, zo met z'n allen. En, uh... en met elkaar mee te doen. Ja, en met elkaar mee te doen. Toen kwam Headquarters met de ja, challenges. die gingen ons nadoen. Die gingen ons nadoen, daar leek het wel op. Want ook heel veel uitdagingen waren hetzelfde als die wij hadden bedacht. En dat was voor ons een teken om te zeggen... Mm, wij doen een stapje achteruit, wij stoppen er even Zeker mee. Zeker omdat er gewoon ook heel veel tijd in ging zitten. Niet alleen het video, maar ook het verzamelen van alle video's, het editen. En ja. toen dachten wij van, ja, we zijn ook druk met andere dingen. Wij stoppen hier even mee. Maar toen hebben we al gezegd, misschien komt het nog een keer terug. En bij deze... Vanaf uh, april komt, uh, gaan we weer beginnen met de Geo Challenge van de maand en dat doen we tot en met september. Dus wij zijn echt een mooi weerkeshjes en nou komt het mooie weer eraan en we, we gaan het weer doen. We hebben er weer zin in. Ja. Wat we gaan doen in april, dat gaan we eind maart bekendmaken, maar dat wordt vast een hele leuke en feestelijke challenge, denk ik. Ja. En als je nou nog nooit hebt meegedaan en je denkt, waar hebben jullie het over? Nou, je kan sowieso op ons YouTube kanaal van Team Snip Snap kan je de vorige challenges allemaal terugkijken. Dus dat is leuk om te zien. En met en... alle inzendingen van. De andere kijkers en ja, uh, deelnemers. Zeker. En we zullen nog even in het kort uitleggen wat nu precies dan de bedoeling is van zo'n challenge. Ja. Bijvoorbeeld in de maart-april. Een voorbeeld hè. Uh, is de opdracht zoek in Drenthe een mooie multi. Dan ga je die lopen. Je gaat het, uh, die, die cache zoeken. En dat film je allemaal met je camera of met je telefoon. Moet je het wel even in de breedte doen. Heel belangrijk. Maximaal één minuut. En met geen muziek eronder. Want dan krijgen we weer problemen met de copyrights. Praten mag wel hoor. Praten, Praten vinden we, vinden we zeker gezellig. Wel. Ja. En stuur dat dan naar ons toe. En dan verzamelen we dat allemaal. En dan maken we dan weer één leuke video van per maand. Ja. Ja, het is ook wel slim om even de GC-code erbij te vermelden. Die mag je opnoemen of je mag hem erbij typen. Net wat je wilt. Dat, uh, dat komt ja. wel goed. Maar het is wel leuk om te weten waar je bent. En welke cash je aan het doen bent. Zeker omdat je dan ook elkaar weer stimuleert om een bepaalde cash te zoeken. Want dat was eigenlijk wel een groot succes van de uh, Geo Challenge's van de vorige keer. Absoluut. Uh, wat we de vorige keer hadden, dan hadden we ook een, uh, zochten we een prijswinnaar uit. En die kreeg dan een uh, Woody-sleutelhanger. Die wij gesponsord hebben gekregen van de Dutch Woody-artist. En dat is nog steeds echt ontzettend leuk. Maar we willen nu eens kijken of jullie het ook willen doen voor de eeuwige roem op YouTube. zeker, want het is natuurlijk altijd dat het ook. Voor elkaar doen en met elkaar doen. Gewoon onderling. Leuk met geocache bezig zijn. En ik denk dat dit een hele leuke, stimulerende middel is. Dat denk ik ook. En wie weet, loten we, uh, verloten we eerdaagse of, of een keertje wel een keer een prijsje. Dat ja, weten we nog niet. We kunnen wel een cd'tje <laughs> wel geven. Dat maakt niet uit. Nou ja, dat, 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 dat zien we dan nog wel. Maar in eerste instantie is het gewoon een bedoeling: lekker met elkaar bezig zijn, elkaar uitdagen. En uh, elkaar te zien op YouTube, dat is toch kei leuk. Zeker, want we zijn wel van plan om toch wel, nou, pittige challenges te maken, of in ieder geval daar nee, denk van, hmm, daar moeten we wel wat voor doen, of, uh, hmm, durf ik dit, kan ik dit? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk dus dat, ja. uh, we hebben er al zelf al heel veel zin in, we ja. hebben al wat ideeën. Ja. En wat ik al zei, eind maart gaan we bekendmaken wat de eerste challenge van de ap maand april gaat worden. Hey Rogier, ga je ook een keertje meedoen? <laughs> dat lijkt me heel erg leuk. Ja, ja. zeker, ja. Ja. Uh, hebben wij nog meer? Nee, ik denk dat dit het wel zo'n beetje is. Uh, we hebben het ook uitgebreid in onze podcast besproken die wij gisteren online hebben gezet. Oh wacht, het is nu zaterdag hè, dit filmpje. Dus dat dan, die hebben Dan wij, was die woensdag. <laughs> woensdag dinsdag. Ja. Dinsdag. ja, nou ja, daarin hebben we nog veel meer verteld met allemaal nieuwe plannen. Maar volgens mij Rogier ging het jou in eerste instantie om de Geo Challenge van de maand. Ja, nou nogmaals, we gaan het dus binnenkort bekendmaken wat, wat die voor april gaat worden. Dat doen we via een YouTube filmpje en in onze podcast en ook uh, onze socials denk ik. Ja, absoluut ja. Dan wensen we je nog een heel fijne uitzending. Dankjewel dat we erbij waren. Ja. En uh, we zien jullie allemaal graag uh, in onze video's, onze podcasts en onze socials. En misschien wel in het veld, wie ja. weet. Ja. Dus Rogier, nogmaals heel erg bedankt dat wij je even in mochten breken in jouw GeoVlog Live. Heel veel succes verder vanavond en veel plezier nog iedereen. En uh, nou dan rest ons te zeggen tot de volgende challenge. Houdoe en bedankt. Groetjes. Doeg.